Presentatrice Tetem Dagelet, 48, deelt op Instagram het hartverscheurende nieuws over het overlijden van haar moeder, Ellie. Met een emotioneel bericht en een reeks foto's brengt ze een liefdevolle herinnering aan haar moeder. Eerder had Tetem in haar columns op linda.nl gedeeld dat haar moeder in een hospice verbleef en daar wachtte op haar naderende einde. In september schreef ze over het bewuste afscheid nemen, dat enerzijds als een geschenk wordt ervaren. Maar anderzijds de bewustwording van het naderende einde als bijna absurd omschreef. Deze periode van afscheid en rouw is ongetwijfeld zeer uitdagend voor Tatum en haar familie. Haar openheid en kwetsbaarheid in het delen van deze persoonlijke momenten getuigen van moed. We wensen Tatum en haar familie veel kracht, steun en liefde toe in deze moeilijke tijd. Mogen Ellie rusten in vrede.